De Tragedy of the Commons, of Tragedie van de Meent, beschrijft een vorm van het marktfalen door externaliteiten. De tragedie beschreven door Garrett Hardin treedt op voor open access resources. Hardin beargumenteerde dat dit soort type middelen inefficiënt snel worden uitgeput. Dit komt doordat rationele gebruikers van de Meent hiervan gebruik blijven maken totdat het niet meer opweegt tegen hun marginale kosten. En hierbij ze het negatieve externe effect van uitputting op de andere gebruikers niet in acht nemen. Het is volgens Hardin een tragedie omdat individueel besparend gedrag geen uitkomst biedt, omdat deze besparing vervolgens toch door een ander wordt geconsumeerd. De visserij is het typische voorbeeld van de Tragedy of the Commons, doordat we inderdaad overbevissing terugzien in vrijwel alle regio's waar industriële visvangst werd geïntroduceerd. Meijers en Worm tonen de snelheid waarop we 90% van de grote jagende vissen hebben verloren. Ze waarschuwen bovendien dat we voorzichtig moeten zijn met het stellen van targets voor duurzame visvangst op basis van recente vangst. Wat ook wel bekend staat als shifting baselines of schuivende basislijnen. De tragedie van de Meent wordt zeer helder uitgelegd voor een typisch visserijmodel door een video van Conservation Strategy Fund.